Voorzitter, ambtsgenoten, leden van het kabinet. Vandaag richt ik me opnieuw nadrukkelijk tot alle mensen in Nederland. Gevaccineerd of ongevaccineerd, bang voor corona of niet, boze journalist of open mind. Om met Hans van Mierlo te spreken, ik ga proberen het goed te zeggen. En ik zal deze tekst ook integraal met voetnoten en bronvermeldingen publiceren op onze site. Dus, voorzitter, in 2009 publiceerde Ab Osterhaus een beroemd geworden artikel in het gerenommeerde internationale vaktijdschrift Vaccine. Het was getiteld Vaccine-Induced Enhancement of Viral Infections. In het Nederlands, door vaccins veroorzaakte verergering van virale infecties. En de strekking is dat door het snelle muteren van virussen zoals coronavirussen, de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken. Het proces wordt antibody-dependent enhancement genoemd. En vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Vorig jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature. Ik zal het mechanisme uitleggen. Anders dan bij klassieke vaccins die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen, vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie, stimuleren de experimentele coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het overigens vele tientallen eiwitketens lange coronavirus te produceren. Zo werken die vaccins. Dat ene eiwit wordt het spike-eiwit genoemd. En dit eiwit wordt zo genoemd omdat het eruit ziet als een spijker. Het opwekken van dit eiwit kan op twee manieren. Via mRNA, een techniek die wordt gebruikt door Pfizer en Moderna, of via een ander aangepast virus, het zogeheten adenovirus, een techniek die wordt gebruikt door Janssen, AstraZeneca en Sputnik. En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek, noemt het, en ik citeer, op gentherapie gebaseerde vaccins. En dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen, zoals te lezen in de Staatscourant van maart 2020. En deze mRNA-vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes, nanodeeltjes, die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccinstof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen. Net als het eiwit dat door het vaccin moet worden opgewekt, dat ook behoorlijk veel bijwerkingen geeft. Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang van de bijwerkingen speelbal geworden van inschattingen. Maar tot nu toe hebben, gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties, relatief 20 keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is. Verhoudingsgewijs zijn er zelfs 60 keer meer gemelde sterfgevallen. Nogmaals, dit is dus na correctie voor het aantal gezette prikken. Ik heb hier een grafiek. Dit zijn schrikbarende cijfers die niet zomaar kunnen worden weggewijfd. Misschien kan het worden gefotocopieerd en uitgedeeld. Ik leg het hier nu. Niettemin is de bedoelde werking van de vaccins op zichzelf plausibel. Namelijk de productie in het lichaam van spike-eiwitten. En omdat de alfa- of Wuhan-variant van corona een eiwit bevat dat daar sterk op lijkt, op dat spike-eiwit, zou het menselijk immuunsysteem in theorie door dat spike-eiwit getraind kunnen worden om zich tegen corona-infectie te weren. Echter, inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben. Waarmee die mutaties dus ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin. En zoals de reeds aangehaalde studie van Ab Osterhaus uit 2009 laat zien, is het dan helaas geen kwestie van baat het niet, dan schaadt het niet. Want het spike-eiwit kan potentieel averechtse effecten hebben op het immuunsysteem. En afgelopen maand verscheen in de Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant. En dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden. Een buitengewoon
zorgwekkende bevinding die in onze ogen een van de grootste problemen vormt van het huidige vaccinatieprogramma. Maar tegen welk gevaar zou dit semi-verplichte experimentele goedje met dubieuze werking ons dan toch eigenlijk moeten beschermen? Laten we de feiten over corona nogmaals bekijken. De infection fatality rate, oftewel de dodelijkheid van corona, is wereldwijd gemiddeld 0,23%. Voor mensen jonger dan 70 jaar is het 0,05%. Dat is dezelfde orde van grootte als een zware griep en dermate laag dat het de onzekerheden en risico's van de huidige experimentele vaccins in mijn ogen totaal niet rechtvaardigt. Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo'n prik te nemen. Voor mensen boven de 70 zouden de vaccins wellicht de afweging waard kunnen zijn. Zij het niet dat juist de groep die het meest sterfkans heeft van corona, de gemiddelde leeftijd is immers 83 jaar van mensen die overlijden aan corona, grotendeels onbeschermd blijkt door de vaccins. Zo onthulde een studie in Nature van afgelopen juni. Blijft dan nog over de jongeren. Maar zoals ziekenhuisdirecteur Maurice van den Bos van de OVG al schreef, vaccineren voor deze leeftijdsgroep heeft geen winst voor de betrokkenen. En aan ons de taak om de farmaceutische bedrijven uit te leggen dat voor introductie binnen deze leeftijdsgroep dus geen plek is. Maar toch worden nu, mirabile dictu, spuitjes voor peuters en kleuters voorbereid. Waarom in vredesnaam? En waarom stemde vrijwel de hele Kamer voor de plaatsing van corona op de A-lijst van besmettelijke ziektes, de lijst van meest dodelijke killers die er op aarde bestaan, zoals ebola? De verstrekkende, vrijheidsontnemende maatregelen mogen wettelijk alleen genomen worden indien er sprake is van zo'n heel gevaarlijk virus. Maar het is evident en onomstreden dat corona niet in die categorie thuishoort. En waarom werden goed werkende en decennia oude medicijnen zoals ivermectine en hydroxychloroquine ineens uiterst gevaarlijk verklaard en zelfs verboden? Is dat wellicht omdat gebruik van een experimenteel vaccin, want dat is het nog altijd, mind you, überhaupt al niet zou zijn toegestaan als er eerste lijns medicijnen voorhanden waren? En waarom het niet toestaan van de serologische test, waarmee je via een bloedmonster kunt zien of iemand antistoffen heeft? Waarom moeten mensen die corona op natuurlijke wijze hebben doorgemaakt, zoals ik, en die dus al lang beter beschermd zijn dan mensen die zich laten vaccineren, alsnog een prik nemen? En hoezo hoeven de mensen die het experimentele en beperkt werkende vaccin hebben genomen niet te testen voor toegang, terwijl de mensen die dat weigeren te nemen wel moeten testen, hoewel we weten dat ook mensen die gevaccineerd zijn corona gewoon kunnen krijgen en gewoon kunnen overdragen en wellicht zelfs meer kans hebben om dat te doen, omdat ze vaker licht symptomatisch zijn? En hoezo die mondkapjes, die gaatjes bevatten, die ongeveer 100 miljoen virusdeeltjes kunnen doorlaten en dus totaal niet werken? En waarom gaat er in de begroting die voor ons ligt 2 miljard naar testinfrastructuur, vaccins, vaccinatiestraten? Maar is de IC-capaciteit in de afgelopen 1,5 jaar nog altijd niet opgeschaald? We deden het toch voor de zorg? En tot slot, waarom een QR-code die centrale digitale registratie en controle mogelijk maakt, in plaats van het uitstekend werkende en al tientallen jaren beproefde gele boekje? Al deze zaken tarten het verstand. Er zit geen enkele logica in. Nul. Het hele verhaal klopt nergens aan. En het kan maar 1 conclusie zijn. Het doel van het coronabeleid is niet de bescherming van de volksgezondheid. Zoals het doel van de EU niet handel of samenwerking is. Zoals het doel van de immigratie niet is het helpen van kwetsbaren. En het doel van het klimaatbeleid niet is het welzijn van natuur, milieu of planeet. Zo zijn we terug bij af. In de afgelopen 1,5 jaar ben ik gaan zien dat het bedrog dat wij al langer zagen in de 3 grote projecten die onze wereld stuk maken en die onze oude wortels afsnijden en de aanval op de natiestaat uitvoeren, dat dit bedrog ook bestaat met betrekking tot corona. Het dient allemaal een volkomen andere agenda. Een agenda die wordt aangeduid met termen als de Great Reset en Build Back Better. Een agenda die globalistisch wordt uitgerold en die de hele wereld in haar greep lijkt te hebben. Het is niet moeilijk om te zien wat de volgende stappen zullen zijn. Allereerst zullen de vaccinatierondes terugkerend worden. Ieder 1/2 jaar waarschijnlijk.
Vandaag kondigde Israël aan dat de vaccinatiepaspoorten slechts 6 maanden geldig zullen blijven. Zelfs na de derde prik. Dat betekent dus elk half jaar opnieuw al die bijwerkingen, al die gevaarlijke gentherapie. En ook Australië zal vanaf januari een derde shot verplichten voor deelname aan het sociaal-maatschappelijk leven. Er zullen nieuwe lockdowns komen om mensen te dwingen die vaccins te nemen. Kijk opnieuw naar Australië. De vrijheid wordt definitief conditioneel, voorwaardelijk. En de economie, met name het MKB, zal verzwakken. Wordt afhankelijk van de almachtige overheid. Met een meer centrale rol voor de mainstream media en een steeds strenger gereguleerd internet. Vorige week werd ondertussen ook bekend dat creditcardmaatschappijen aan een systeem werken om de CO2-afdruk van al je aankopen centraal te registreren en ook te maximeren, zodat je geen uitgaven meer kunt doen als je je CO2-tax hebt bereikt. TNO stelde ook al iets dergelijks voor, tot groot enthousiasme van RTL Nieuws. In samenhang daarmee zien we dat het contant geld wordt uitgefaseerd. Er komt een verbod op contante betalingen van meer dan 3000 euro. En banken stimuleren winkeliers en horecagelegenheden om louter nog pinbetalingen te accepteren. Nu banken vanwege steeds verder toenemende compliance regels in feite ook alle informatie over hun klanten aan de overheid moeten geven, komt ook langs die weg een steeds grotere controlemacht bij de staat te liggen. Omdat alle betalingen daardoor kenbaar, zichtbaar en traceerbaar worden. En wie weet, waar je je geld aan uitgeeft, die weet in feite alles over je. De laatste fase, en ook dat lijkt me toch niet zo lastig te zien, ook dat spiegelt zich al aan ons geestesoog voor wanneer we onszelf ook maar een moment toestaan door onze wimpers naar de toekomst te kijken. Die laatste fase is dan de integratie van al deze zaken. Gezondheidspaspoort, CO2-voetafdruk, uitgavenpatroon, internetzoekgeschiedenis en gedrag in 1 centrale digitale identiteit. Even je QR-codes scannen en het systeem dat draait op supersnel 5G-internet. Vandaar natuurlijk ook dat ze dat zo graag wilden doordrukken vorig jaar. Ik begreep het toen al niet, nu begrijp ik het wel. Al die systemen worden door 5G verbonden aan de smart city en aan de smart household. Ongetwijfeld zullen al deze vervolgstappen worden gepresenteerd als handige zaken voor de burger. De afschaffing van cashgeld heet een maatregel te zijn tegen georganiseerde criminaliteit. Een digitale ijskast, zodat je nooit vergeet verse melk te kopen als geheugensteuntje voor als je in de supermarkt bent. Wel zo makkelijk. Of een bijtijdse waarschuwing als je over je CO2-tax heen dreigt te gaan. Als een gunst, zodat je je weekendje weg niet hoeft te missen. Hartstikke praktisch allemaal. Maar die QR-codes gaan dus nooit meer weg. Die worden het nieuwe normaal. Dat is waar het om ging. De QR-maatschappij. Waarbij goed gedrag wordt beloond met toegang tot het sociaal-maatschappelijk leven. En slecht gedrag wordt bestraft met een roodkleurende scanner. Het zijn de nieuwe trekken van het nieuwe despotisme dat Alexis de Tocqueville al voorzag. En ik citeer, een despotisme waarin een immense staat elk individu in zijn machtige handen heeft genomen en de samenleving bedekt met een netwerk van kleine, ingewikkelde, minutieuze en eenvormige regels, waar de meest originele geesten en de sterkste zielen niet meer doorheen kunnen komen om de massa te overstijgen. De staat breekt hun wil niet, maar verzwakt, verdraait en leidt die. Hij dwingt zelden tot handelen, maar verzet zich er onophoudelijk tegen dat men handelt. Hij vernietigt niet, hij belemmert het ontstaan. Hij tyranniseert niet, hij hindert, hij onderdrukt, hij verstoort, hij dooft uit, hij stompt af en hij reduceert uiteindelijk elke natie tot een kudde schuchtere, vlijtige dieren waarvan de staat de herder is. Corona is het alibi, het voorwendsel, de aanleiding om de nieuwe wereldorde te bewerkstelligen die al veel langer werd voorbereid en gewenst. Al in 2016 werd in VN-verband besloten alle mensen op aarde een digitale identiteit te geven voor dagelijks gebruik. Waarbij specifiek de integratie van rijbewijs, bankrekening, media en gezondheidsdossier werden genoemd. Ook introduceerden EU en VN in dat jaar een mondiale vaccinatiestrategie met als doel alle mensen in de wereld een digitaal gezondheidsbewijs te geven.
Daarmee is de infrastructuur van een social credit systeem, inclusief mass surveillance naar Chinees model, dus in feite al veel eerder gelegd. Het gaat nu nog om de medische gegevens, enkele andere basale data. Volgend jaar of het jaar daarop komt er een CO2-tax bij. Daarna worden financiële gegevens gekoppeld en wordt je persoonlijk IP-adres gekoppeld aan je biometrische data of je gezichtsherkenning, zodat je gehele internetverkeer kan worden gemonitord en dan klapt de val echt dicht. Zo houdt het allemaal verband met elkaar. In 2016 leek het erop dat de populisten wel eens konden gaan winnen. Het Oekraïne-referendum werd gewonnen, Brexit, de miraculeuze opkomst van Donald Trump. Het globalisme dat gestalte kreeg in de massale immigratie, in de EU, in het klimaatdenken, zou worden afgestraft door verkiezingsoverwinning op verkiezingsoverwinning van mensen zoals wij. Maar nu is er een manier gevonden om de gewenste richting alsnog door te zetten. Om het globalistisch socialisme, dat wil dus zeggen de versmelting van het neoliberaal multinational denken en het etatistisch verzorgingsstaat denken, big government en big business, die versmelten, die gaan hand in hand zoals James Burnham 60 jaar geleden al voorzag, om dat te voltooien, de QR-maatschappij. Totale overheidscontrole, onbegrensde mogelijkheden voor een almachtige staat. En het is dus niet zo dat corona het enige onderwerp is voor Forum voor Democratie. Nog steeds verzetten we ons tegen de alsmaar verdere integratie van de EU, tegen de open grenzen, tegen de onveiligheid in de straten, tegen de uitkleding van de ouderenzorg, tegen de bizarre klimaatplannen van dit demissionaire kabinet. Nog altijd staan we voor onze cultuur en onze manier van leven, voor onze boeren, onze bedrijven, voor directe democratie en voor traditionele architectuur. Maar voordat we het zinvol over de beleidskeuzes die in deze begroting worden gemaakt kunnen hebben, moeten we dus begrijpen wat de achtergrond daarvan is. De Great Reset. Daarom luisteren ze ook helemaal niet naar onze argumenten. Interesseert ze niet, want het gaat helemaal niet om argumenten. Het gaat om een hele andere agenda die hierachter schuil gaat. Het is allemaal schijn. We zitten in de grot van Plato. We kijken naar de voorstellingen. Het gaat helemaal niet om. Het gaat ze niet om klimaat. Het gaat ze niet om het helpen van mensen. Het gaat ze niet om handel. Het gaat ze niet om volksgezondheid. Het is een hele andere agenda. Dus voordat we het ook maar over het geld kunnen hebben en de zorg over de IC-bedden, moeten we begrijpen waarom de IC-capaciteit niet wordt opgeschaald. Omdat ze willen dat die druk op de zorg blijft. Zodat ze die druk kunnen houden op de vaccinatie, zodat ze dat QR-gebeuren kunnen doorpushen. En voordat we het over de woningnood als gevolg van een verzonnen stikstofprobleem kunnen hebben, of over de woningnood die gevolg is van de massale immigratie, is het essentieel om te zien hoe mensen de geesten rijp aan het maken zijn voor stikstoflockdowns, voor klimaatlockdowns, terwijl ze de sociale cohesie in onze landen verder verzwakken en we tegen elkaar opgezet dreigen te worden, in plaats van gezamenlijk zij aan zij te strijden voor onze gezamenlijke rechten en vrijheden. We zijn dus dezelfde partij die we altijd zijn geweest. We staan nog altijd voor dezelfde waarden, hetzelfde land, dezelfde traditie. Maar het speelveld is veranderd, want de tegenstander heeft een andere aanval ingezet. Wij zullen een zo groot mogelijk front vormen om die aanval te stuiten en af te slaan. Dat is de missie van FVD, dat is mijn missie. Dank u wel.